Yo, gamers! Nou ja, dat ging beter dan verwacht. Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe episode van Call of Duty. Ik ben Jasper, dit is... Ewout. En we gaan een hard parkour doen. Oké, jij doet het, ik doe die andere. Oké? Nee, wacht. Tuurlijk. Maar ik zeg dat dit te maken... En hoezo makkelijk? Dat vraag ik me af. Ik ga wel even alleen mijn slechte spullen meenemen. Goed idee, lijkt me ook heel verstandig. Die diamond hoef ik niet. Dus die diamond leggings doe ik terug en de posters doe ik terug en de arrows. Ik doe mijn armor wel uit. Armor heb ik nu niet nodig. Ja, ik heb echt mijn hele kist vol met shit zitten. Ik ook. Dit heb ik niet nodig, dit heb ik niet nodig. Alle chain haal ik er even uit, zo. Dus ook chain heb ik ook niet nodig. Chain heb ik niet nodig, inderdaad. Wat heb ik meer niet nodig? Strings heb ik niet nodig, dirt heb ik zeker. Ja, heb ik niet nodig. Oh, ik moet mijn boog redden. Oké. Mijn zwaard natuurlijk niet, mijn chickens niet. Stone sword. Oké, let's go! Nee, die bloemetjes niet. Tja. Ik heb mijn slechtste spul bij me nou voor het... Serieus ben ik hier weggevallen. Maar voor het gevoel of voor het idee, voor de gedachte neem ik gewoon een boots mee. Een boots. Maar gewoon mijn boots wat, mee. Wat? Oh, nu zit ik hier vast. Dat stomme rot eilandje. Oké. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Oh, ik denk dat ik hier naar beneden kom. Hup. Oh. Nee! Oké. Bye bye. Bye bye, wereld. Ik verwacht echt een Tewa hit the crown card. Yep, daar komt ie. Ga ik mijn slechtste spul bij hem, gelukkig. Ik heb... Nee, wacht. Een gold nugget. Ik ga het gewoon hardcore doen. Jij vindt natuurlijk een gold nugget en ik ga natuurlijk eens falen. Maar jij viel bijna van de trap af. Waar? En jij bent hier degene met een gebroken pols, ik niet. Ja, auw, ik sta in de fik. Ja, nu trap ik er niet meer in, hoor. Ik sta in de fik. Ik trap er niet meer in. Dat vuur is echt irritant bij parkour. Hè? Yep. Oh crap, ik moet door het vuur. Nee! Oeh, dat waren echt heel veel spullen eigenlijk. Je hebt toch wel je slechtste spul meegenomen als ja, maar mijn hele inventory is dat vol. Jij bent hier ook gewoon. Ik wou nog naar jou toe teleporteren. Ja, echt van, hey, ik ga even TP. Blijkt dat je gewoon op de borden gaat lopen. Zo noem het maar gewoon. Die deze trap is echt moeilijk. Nee hoor, je gaat gewoon rennen en dan... ik heb zoveel trappen gedaan. Ook al... Maar als je veel parkour maps doet en je valt erop, dan wen je er gewoon aan om die trappen te doen. Kijk, dude, welke deed? Er zijn wel heel veel areas waar we nog niet zijn geweest. Kan ik daarheen? Nee, oké, laat maar. Daar kan ik niet. Laat maar. Welke kant moeten we eigenlijk? Ik zie een chest. Ik zie een chest. Ik zie hier een chest. Shit, ik ben met die gold nugget niet meer... Oh nee, wacht, die gold nugget had ik net een seconde van tevoren in de kist gedaan, ergens. Je ligt in een gold nugget. In een chest. Is dat jouw gold nugget? Nee, want ik had mijn gold nugget net op tijd in de kist gedaan. Oké. Oh. Weet je zeker dat we... Ja, we moeten hier naar boven, want daar hebben we die dingen gevonden. De... Note. Toch? Ja. Baren hebben we daar gevonden. Jij deed vuur, ik doe redstone wel. Oké. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, mooi. Oké. Nee, niet branden! Nee! Auw! 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 Ja, ik heb het gehaald! Woehoe! Leven mij! Ik ben nog steeds bezig, maar ik ga het halen. Oké, maar waarom heb ik... Ik heb echt het idee dat ik het helemaal verkeerd doe. Iets zeg maar dat dit de hemel moet voorstellen en de hel. Denk je ook niet? Ik weet het niet. Ik ben bezig met parkour, dan denk ik niet zoveel. Denk je überhaupt wel? Oh fuck, al die mobspawners. Maar ja, jij hebt je server natuurlijk nog steeds niet op peaceful gezet, dus... Jij vroeg mij niet om het op hard te zetten. Oh, ik heb een cookie! Joepie, staat er nu 2-0 voor jou met cookies. Jasper, ik wil niet veel zeggen, maar we doen dit alleen om een gold nugget. Nee hoor, cookies zijn meer waard. Dus... Ja. Building is decimated. Oké. Okay. Oké, dat was gewoon echt een close tik. Nee! Wat?
Ja, ik ben... Ah! Wow. Went up in flames? Nope. Dude, dat was echt sneaky. Hé, hey, zit daar eigenlijk iets? Wat gebeurde er dan? Ja, er blies iets op. Serieus? Ja. Even This kijken. Is the area the gardens seem to have a lot of corruption. The old ones forced have TNT stocked here. Better plan to escape route before sending off those. Ah, rennen! Wat? Ik heb TNT. Oh mijn god, dit is echt al zo'n coole episode met allemaal TNT. Oh, explosie. Nou, dat kost ons weer eens editen, hè? Oh, ik heb een bomen power one protection. Protection one? En ik heb hier een nether tree. Thank you, stranger, for forts. Okay. Tuurlijk, ik heb ook weer 3 diamonds. Ja, Jasper, ik wist wel dat het... deze wereld moet gewoon dat een echte wereld... wordt vernietigd door de duisternis, zeg maar. Snap je? Nee. Maar ik ben even spullen aan het pakken. Ik wil deze terug. Ik wil nu deze en deze en deze. Ik ga het gewoon met een reserve set doen nu. Ik ben lekker met groen bezig. Ik ga recyclen. Spul wat mij wordt gegeven, dat gebruik ik gewoon. Ik neem toortjes mee natuurlijk. Wat voedsel neem ik mee, is altijd lekker. Hey, wat, kijk, een boog. Enchanted. Ja, mijn neef... Oh, we gaan het zo spelen. Nee. Hey, maar waar is deze liever eigenlijk voor? Zag hoeveel damage ik deed. Waar is die liever eigenlijk voor? Oh, teleporting. Toch? Do you know what this to do? Ik ga slapen. Oké, dan ga ik om. Je wel gaan slapen? Iets zeg maar dat deze bedden niet helemaal goed doen. Slaap jij ook? Ik slaap nu. Heerlijk slaap. Weet je, deze weet je dat we wel heel vaak hebben? Als het een goede part is, dan is de volgende part slecht. Is het een slechte part, is het weer een goede part. Valt dat jou nu ook niet op? Nope. Ik heb het gevonden waar we heen moeten. Woehoe! Ik kan niet, ik heb niet eens voedsel. Waar gaan we heen? Gaan we naar de Oracle Towers? We gaan gewoon heen, toch? Ja. We gaan naar deze Oracle Tower. Ik heb een beter idee. Wat? Mensen, we zijn zo bij u terug! Yo, mensen, welkom terug. We hebben even de game mode veranderd naar de zombie spawn versie. Zal het een zombie spawn, hè? Ja, denk het. Ja, als ja, goed is. Vast wel. Anyway, we gaan hier verder. En ik heb het volgens mij de vorige episode niet verteld, maar de muziek waar die we vandaan hebben is allemaal royalty free en het komt van de site die hier ergens staat in de beschrijving waarschijnlijk. Oh god, jezus. Ik dacht al, komen ze op mij af. Nee, ze komen op jou af. Ze vinden jou veel aantrekkelijker dan mij. Wacht even hoor. Oké. Zou hier wat halen zijn? Oké. Hier zo. Zo. Oké. Oh, wauw. Dat ziet er echt epic uit. Maar ik ben echt bang dat ik naar beneden val. Dus, zo. Zo. Oeh, daar is een kist. Die wil ik pakken straks. Ja, daar ben ik mee bezig, Ewout. Dus, oké. Ik moet even volpraten. Want even precies aan het doen. Ik zou niet weten wat. En waarschijnlijk was het handig geweest om deze episode even pauze te zetten. Maar ik heb zin in. Dus ik ga jullie een leuk verhaaltje vertellen. Ja, oké. Goed zo, Ewout. Weet je, er was vroeger... Er was een dorpje vroeger. En, nou, daar hadden ze heel veel last van rat. En, nou, in dat dorpje, daar was de burgemeester en die hield totaal niet van ratten. Dat waren echt rotbeesten volgens hem. Dus, hij loofde een beloning van 10.000, nou ja, wat zou het zijn, gulden uit. Voor de persoon die al die ratten uit het dorpje, al toevallig Hamelen heette, zou kunnen weghalen. Dus, nou ja, niemand was het gelukt. En toen kwam er op een gegeven moment een rare man langs met een kap over zijn hoofd. Heel mysterieus. En, ja, die zei dus tegen die burgemeesterman, zei van, oké, 10.000 gulden, als ik een rat vang, al die ratten vang, nou, dat doe ik wel. Dus, hij had een soort van, ja, hij had een fluit bij, en dan floot hij een wijsje op ze van,
En al die ratten volgden hem. Hij liep ermee de zee in. En al die ratten volgden hem. Huppakee, de zee in. Nou, Jong Hamelen was verlost van die ratten. Dus toen ging die man met die kap, die ging terug naar de burgemeester. Zei, nou, ik heb alle ratten weggejaagd. Ik wil graag mijn 10.000 gulden. En toen zei dus de burgemeester, die zei, nee. Toen zei de man, ja, maar afspraak is afspraak. En de burgemeester die stuurde hem weg. Dus toen floot de rattenvanger van Hamelen een ander wijsje en alle kinderen gingen hem achterna. En hij liep zo een grot in. Alle kinderen volgden hem die grot in. En die kindjes zijn nooit meer teruggevonden. Dus het moraal van het verhaal is, kom altijd je beloftes na. Nou, hopelijk vonden jullie dat leuk. En Ewout is volgens mij ondertussen terug, want hij ligt nu ergens in zijn bedje. Ewout! Ewout, je kan weer praten, toch? Ewout? Ewout? Oh. Oh, we moeten nog eventjes wachten. Ja, ik zet hem toch gewoon op pauze, want ik krijg geen sprookjes meer. Prup. Yo, mensen, welkom terug. Nee, moet je er ook weer, hè, Ewout? Ja, ik zal even zeggen waarom ik weg was. Mijn zus die kwam even en nu gaat naar het werk toe. Dus ik moest me verplaatsen van boven naar beneden. En Jasper was dus lekker bezig. Sorry voor dat kleine stukje, want toen wist ik toen Jasper nog niks van niks wist. Maar ja, het had erger gekund. Ja, ik had ook een ander sprookje kunnen vertellen. Ja, yeah, of Jaspers levensverhaal. Nou ja, we zijn gelukkig weer gezellig met z'n tweeën, dus nee, ik ben nu alleen thuis. Woehoe. Oké, maar party bij Ewout. Oké, kom allemaal, ja, nee. Ik kom. Ik ben er over 2 uur, als ik nu ga. En dan is mijn vader er weer. Nee, even serieus. Hopeloos. Laat het maar gewoon even weer verder gaan. En heb je noot 10 eigenlijk al gelezen? Nope, ik was veel te druk bezig met het vertellen van een sprookje. Maar noot 10 lijkt me wel handig dat het dat moest lezen. Even kijken, wat staat hier? You have aimshot at saving. Oké. Ik ga even die noot pakken. Creeper. Waar lag die noot? Hier, oh, ik heb hem gevonden. Oké, noot 10, wens jullie kunnen we gelezen. Man. Ik ben niet bezig met een creeper verslaan. Succes, ik niet. Oké, objective, climb the ladder to the Oracle's Tower. Bonus, save the guard, captain. Climb the tower in under 140 seconds and break fuse. Oké, Ewout, 140 seconden, dat is lang. Even kijken, you have one shot to saving the guard, captain. Ja, wacht even op mij. 138 seconds to reach the top, follow the signs. If you fail, continue to the oracle. Ja, die objectives die moeten we even doen, die is cool. Maar waar ben je? Ah, sorry. Tepema, ik ben hier. Ben je die ladders opgeklommen? Ja. Oh, goed zo. Het ziet er hardcore uit, dat zeg ik nu al. Met creepers. Jasper, één ding. Ga niet vechten tegen wie je niet moet vechten, oké? Okay? YOLO! Welke kant moesten we ook weer op? Volg de sign. Oh! Whoop, die fucking deal. Oké. Okay. Bedden. Spin. Pas weg. Oké, ik ben nu even aan het eten. Zo, rustig. Jasper heeft het al gevonden? Nee, dus ik ben ik dood gegaan. Jasper. I'm dead? Yes, I'm dead. Oh. Dan doen we het op de ouderwetse manier. Oh, ik ga hem halen. Waar moet ik heen? Nee! Nee! Fuck jou, skeleton! Oh, jij bent zo'n hater, skeleton! Nee! Oh, shit, sorry. Ik was er zo bijna. Ewout, pak even wat extra spullen uit de kist. Nee, ik ga niet hard. Ik was er zo... Ah! Ah, nee! Ewout, kan je met tv'en? Best.
Dan heb jij tenminste mijn spullen. Ga in die waterval staan voordat je tp't, oké? Wacht even, slash tp. Ouderen. Oh, dit is zo slecht. Oké, tp me. Oké, maar zit je in het water? Ja. Yeah. In die waterval? Ja, yeah, tp me. Oké, go, go, go! Zakje. Hé, hey, ik wil mijn spullen terug. Jasper, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat? Wat wil je eerst horen? Slechte nieuws, de helft van mijn spullen ligt beneden. Jasper, alsjeblieft. Hier is je stuff. Je zwaard. Je voedsel. Je boos. Je chicken. Zo. Yes! Mijn golden leggings zijn er nog. Jasper, dat zijn diamonds. Zo, we moeten zelf een trap maken. Maar ik had bijna de parkour gehaald. Oh, sorry! Ik probeerde een trap te maken, maar het lukte niet. Een trap te maken? Maar een trap maken doe je niet om mij te slaan. Oh, niet? Oh. Nee. Oh, dan ging je dus uit. Sorry. Foutje, moet kunnen. Kan ik weer naar jou toe tp, oké. Ik denk dat we die 140 seconden niet gehaald hebben trouwens. Nee, dat denk ik ook niet. Ik was er echt zo bijna en toen werd ik eraf... Nee! Kan je hem opnieuw tp'en? Tp me. Thank you. Jij zegt gewoon van, hey, dank je man, dat je me eventjes liet vallen. Of op de grond liet vallen. Dan moeten we dat hele stuk weer doen. Ik ben wel het boek kwijt. Nou ja, we weten in ieder geval nog wat we moesten doen. Nope. Jasper, denk jij ook niet wat ik denk? Dat ik het beter doe dan jou? Nou, dat denk ik. Nee, ik denk van, dat we gewoon zo zeggen van, mensen, dit was het einde van deze aflevering. Aflevering 6? 7? 5. Nee, 5 hebben we al... Nou ja, 6 is het. Dan zien jullie ons in de volgende aflevering. En dan wordt het echt een aflevering van... Gaat het ons lukken om het te halen? Nou, ik denk dat het ons niet gaat lukken. Maar we zien wel. Zeg maar, geef het groen duimpje omhoog. Abonneer even officieel onze kanaal. Vertel iedereen over het kanaal. Zullen we maar zeggen. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Even liken deze video. Dan zien we de volgende keer terug. Bye. Bye.